ben net thuis en ik kom terug van een week in Amsterdam. Ik krijg elke dag wel een pakketje en per week zijn dat er wel gewoon een aantal. En dat is zo omdat ik een vrij groot beautyblog heb. En bedrijven sturen dus dingen op in de hoop dat ik er iets over ga schrijven. Nu weet ik dat jullie gek zijn op unboxings. En ik heb hier een aantal pakketjes liggen die ik nog niet heb aangeraakt. Of nou ja, ik heb ze naar boven gedragen, maar ik heb ze nog niet opengemaakt. En het leek me leuk om aan jullie te laten zien wat er allemaal in zit. Het kan zijn dat ik een beetje bezweet ben en dat mijn haar niet meer helemaal glamorous zit. Maar ik heb net best wel lang in de trein gezeten en gesleept met zware spullen. Dus ja, ik dacht ik ga me niet meer helemaal opnieuw opmaken, want dat vond ik niet echt nodig. Maar even dat jullie het weten. Ik ga gewoon random ga ik dingen pakken en ik weet al dat dit pakketje van eBay komt. Of in ieder geval dat ik het op eBay heb gekocht. Want er zitten dus ook gewoon een paar dingen bij die ik zelf heb aangeschaft. En ik heb zo een idee wat dit kan zijn. Yeah! Oké, ik heb een Polaroid camera besteld. Ik heb een Fujifilm Instax Mini 8 volgens mij besteld. Het is een Polaroid camera. Die is er nog niet. Jammer genoeg. Maar ik heb er ook een paar leuke filmrolletjes bij gekocht. En je hebt dus bijvoorbeeld dit soort dingen met Disney erop. En als je dus dan een foto maakt, dan staan er allemaal Disney prinsessen rond je foto. Ik weet ook helemaal niet hoe het eruit ziet. Oh, het zit nog in de verpakking. Nou, daar ga ik het er ook niet uithalen ook. Het is natuurlijk ook gewoon een rolletje wat je in je fototoestel doet. Dus ik had niks kunnen laten zien eraan. Maar je kan hier wel een beetje zien dus dat er Disney prinsessen op staan. En ik kan echt niet wachten tot ik deze kan gebruiken. Maar ik heb hem dus nog niet binnen mijn Polaroid camera. Helaas, ik denk dat die volgende week komt. Maar dan heb ik deze in ieder geval wel. Hierop staat geen afzender. Oh, Lady Speedsticks. Yes. Als je wat beautybloggers volgt, dan heb je vast wel eens over de Lady Speedstick gehoord. Dit zijn deodorants die blijkbaar geweldig zijn, waar iedereen het altijd over heeft. Ik ben één keer in Amerika geweest, maar toen heb ik hem niet gekocht, want toen wist ik er eigenlijk nog niet echt van. Maar ze worden nu ook in Nederland verkocht. Niet in Nederland, maar je kan ze wel via een webshop naar Nederland laten verzenden. En ik heb er nu dus twee gekregen. Ik heb de gel vorm, want die is nieuw, in Fruity Splash. En dan heb ik ook nog de gewone Lady Speedstick in Daringly Fresh. Ik ben echt super benieuwd hoe deze me gaan bevallen, want ik heb zelf eigenlijk altijd best wel problemen met dat ik zoveel zweet. Ik heb al ontzettend veel deodorants uitgeprobeerd, maar ik ben steeds niet tevreden, dus hopelijk komt het er een keer van. Nou, ik ga hem nog niet helemaal openmaken, maar ik zie dus wel dat het echt gewoon een gelvorm is, wat je dan onder je oksels moet smeren. En dit is volgens mij zoals we het ook wel hebben. Ja, dit is echt een stick. Nou, ik ga deze uitgebreid testen. Ik ben super benieuwd wat ik ervan vind. Dus hier zien jullie snel meer op. Dan heb ik een pakketje van Coty. En Coty is het PR-bureau wat onder andere Rimmel doet en de Sporty. Oké, dit is gewoon een product dat we al kennen. Dit is de Stay Matte Foundation. Maar wat ze dan doen is, er is een interview gedaan met de make-up artist van Rimmel. En dan sturen ze dat dus mee in de post. En dan krijg ik ook weer de foundation erbij. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het altijd een klein beetje onzin. Want ja, ik heb hem al en dit is verder niks nieuws. Het is natuurlijk wel leuk om het interview te lezen. Ik ontvang liever nieuwtjes dan dat ik zeg maar eentje ontvang die ik al heb. Het klinkt altijd zo ondankbaar, maar zo bedoel ik het ook helemaal niet. Maar ik geef ze gewoon weg, de producten die ik niet gebruik altijd. Ik doneer die. Dus ze komen sowieso bij iemand terecht die er meer aan heeft dan ik. Dan vind ik dit er wel heel interessant uitzien. Want ik weet niet van wat het komt. En het is een best wel zwaar pakketje. Het blijft nog altijd heel leuk om dingen te krijgen waarvan je niet weet wat erin zit. Ik heb het gevoel dat dit... Oh, ik heb het gevoel dat dit een krultang is. Oh, het is van Carmen. Het merk Carmen. Het is de 3-in-1 Celebrity. En dat is 3 krultangen in 1. Oh, dit is zo'n ding met een opzetstuk. Even kijken, er zitten allemaal van die sponsdingetjes bij. En ik wil het niet allemaal op de vloer laten rollen. Oh, dit is vet. Oké, dit ziet er leuk uit. Tada. Heel cool. Oké, dit doet me echt denken aan de Rowenta Multistarter die ik heb. Maar ik hoop dat die ietsje beter is dan die, want die vind ik trouwens niet zo heel fijn. Maar dit is dus de Celebrity 3-in-1 van Carmen. Het is een nieuw product. Dit krijg je. En dan krijg je dus daarbij een dikke maat krultang. Een iets dunnere maat. En dan ook nog een hele dunne maat voor van die pijpenkrullen. En als je dit dus koopt, dan heb je gelijk 3 krultangen in 1. En ik hoop echt dat dit werkt, want het zou echt een topproduct zijn dan. Want dan hoef je dus eigenlijk geen verschillende maten krultangen meer te kopen. Dus, super benieuwd. Als je dit zo gedurende de week krijgt, is het toch wel heel anders dan dat je het allemaal in één keer mag uitpakken. Oké, dit is van Goal. En dit zijn een paar nieuwe producten. Dit is een mannenshampoo anti-roos. Een mannenshampoo kracht en energie. En een gewoon vrouwenshampoo anti-roos. Nou, ik ben geen man, dus deze twee kan ik wel testen, maar is natuurlijk niet echt voor mijn haar bedoeld. Maar ik heb gelukkig wel een vriendje die ook haar heeft, dus die gaan naar hem toe. En dit is dus een anti-roos shampoo. Ik weet wel van anti-roos shampoos dat ze vaak wat agressief zijn en niet goed als je gekleurd haar hebt. En dat heb ik. Dus ik weet niet zeker of ik deze echt ga gebruiken, maar dan ga ik hem gewoon ook doneren. Er zit nog een persbericht bij met wat informatie en een USB-stick.
En op die USB-stick staat ook nog persinformatie en foto's en zo. Nog een pakketje van Coty. Yes, dit zijn nieuwe nagellakjes en een nieuwe mascara van Miss Sporty. Oh, en er zitten ook nog een paar nieuwe oogschaduwpaletjes bij. Even kijken, ik heb twee nieuwe Cap Eyes paletjes van Miss Sporty. En dan heb ik ook nog een nieuwe mascara. Dit is de Pump Up Extra Lash Mascara. Maar we hebben nog meer, want hier zitten wat dingetjes ingepakt. En als het zo met papier eromheen zit, dan is het bijna altijd nagellak. En inderdaad, dit zijn de nieuwe clubbing lakjes volgens mij van Miss Sporty. Paars, groen, mooi oranje. Een hele toffe, beetje lichtgroen, zeegroene kleur. Oh nee, turquoise dit trouwens. Wat zit ik moeilijk te doen. Het is turquoise. Dan hebben we nog een koraalkleurtje. En tot slot een heel tof pastelblauw kleurtje. Dit vind ik echt heel mooi. Dus deze nieuwe nagellakjes, deze ga ik binnenkort lekker swatchen en voor jullie reviewen. Oh man, het is zo warm. Ik blijf maar mijn haar aan de kant gooien. Misschien moet ik het even in een knot doen. Oké, ik heb even snel een rommelige knot gemaakt, want ik kreeg het zo warm met mijn haar los. Ik neem dit op zondag. En zoals jullie weten was het echt heel lekker weer. Maar wel heel warm dus. Dan heb ik een pakketje van het bureau. En ik weet dat ze Max Factor doen, maar ze doen ook Bella. Dus daar kan het ook van zijn. Maar misschien is het ook allebei niet daarvan. Oh, Olaas. Ze doen blijkbaar ook Olaas. Ik krijg van hun altijd een super mooie grote doos die ik dan weer aan mijn moeder geef, want die is gek op dat soort dozen. En dit gaat dus om een CC cream, als ik het goed zie. Mooi persbericht erbij. Oh, wat leuk! Oh, dit vind ik leuk. Ik wilde al heel lang wilde ik een dopper. Nou, dit is dus een waterflesje, een dopper. En die is best wel populair onder de mensen die een beetje aan het milieu denken. En ik moet daar nog een beetje in komen en een beetje aan denken dat ik dat doe. Maar volgens mij, iedereen zegt dat deze dus wel super praktisch is. Dus ik ben heel benieuwd. Er staat dus wel hier Olaas op. Het is een Olaas versie van de dopper. Oh kijk, hij kan hier ook nog open. Nou, ik ben super benieuwd wat ik daarvan vind. Maar dat is niet waar het pakketje om gaat. Het gaat namelijk om de nieuwe CC cream van Olaas. En ik heb twee kleuren gekregen. Licht tot medium en medium tot donker. Wel goed dat ze eraan hebben gedacht. Ik ben wel benieuwd in hoeverre twee kleuren kunnen werken voor elke huidskleur. Maar daar zullen we wel achter komen. Dus ja, ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel ervaring met Olaas. Alleen een dagcreme die ik ooit van hun gebruik. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik deze opgestuurd krijg. Want dan kan ik die gaan proberen. En dan tot slot heb ik een pakketje van Kikkoman. Dat weet ik, want het staat erop. Super leuk, want dat is dus sojasaus. Of ik weet niet wat ze nog meer voor producten hebben, maar hetgene wat ik ken is sojasaus. En voedsel is natuurlijk weer wat heel anders dan de gebruikelijke beautyproducten. Het is ook een klein tikje leuker en bijzonderder, vind ik dan. Juist omdat je het niet zo heel vaak krijgt. Nou, het is een mooie grote doos. Ik ga hem openmaken. Dan zie ik dit. Oh, wat leuk! Oh, ik heb echt een hele sushi set gekregen. Oké, het is een persbericht krijg ik met hier zit een recept in, maar ook informatie. Nee, het zijn een paar recepten. En ik heb niet helemaal door of het over een nieuw product gaat. Maar het gaat in ieder geval wel over de sojasauzen. Hier hebben we ze. De normale sojasaus en de minder zoute sojasaus. En dan zit er een pakje sushi rijst bij. Een mooi bakje. Nog een klein bakje voor sojasaus. Een matje. En ik weet niet zeker of dit zo'n matje is waarmee je sushi kan maken. Maar zo niet kan je het ook nog altijd als placemat gebruiken. Heel leuk. En dit vind ik echt super leuk dat dit erbij zit. Ik hou echt altijd heel erg van die labels die je hebt in sushi restaurants. En dit is er dus zo eentje. Ik vind deze zo leuk. Echt zo recht en hoeken. En het leukste, denk ik wel, dit heb ik toevallig al gezien op internet, is dit ding. Want dit is een mini sojasausflesje. Maar eigenlijk is het een USB-stick. Hoe leuk is dit? Ik weet niet helemaal. Ik denk dat het gewoon puur is om... Oh, ik vergeet nog trouwens. Er zitten ook eetstokjes bij. Ik denk dat dit puur is om Kikkoman wat meer onder de aandacht te brengen. De sojasaus wat meer onder de aandacht te brengen. Want het volgens mij betreft het geen nieuw product. Toffe pakketjes, een paar hele verrassende dingen. Ik ben heel benieuwd naar alles eigenlijk. Mijn kamer staat nu wel weer echt vol, compleet met dozen. En mijn bureau ligt ook weer helemaal vol met allemaal dingen. Maar het is allemaal heel leuk, want ik ben altijd heel erg blij dit soort dingen. Dat ik het gewoon allemaal krijg. Het is naarmate de jaren wel wat normaler geworden. Maar als ik er zoveel zie in één keer, dan is het altijd nog wel zo van wauw. Dit krijg ik gewoon allemaal. Dit is gewoon voor mij, omdat ik dit werk doe. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Deze pakketjes die ik heb gehad en dat ik ze unboxte voor de camera. Ik weet dat jullie het heel tof vinden en ik ben nu een keertje gaan zitten terwijl ik het uitpakte. Maar dat doe ik niet altijd, omdat ik gewoon heel vaak in mijn enthousiasme al alles uitpak. En ik heb niet zo vaak zoveel dingen bij elkaar. Vaak is het gewoon één of twee pakketjes. Maar als ik nog een keer zoveel heb bij elkaar, dan zal ik eraan proberen te denken dat ik weer een unboxing video maak. En ja, dan was dat het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!